kijkers van Eagle Tours en welkom bij een nieuwe video in Park Flying Eagle. En vandaag staan we hier bij een hele oude broer. Jens? River Will Slide, ja. Een van de eerste attracties van dus Park. Dus de bovenste ja, de derde. Maar het is wel de enige die nog helemaal staat hoe dat hij gebouwd is. Dus het is wel speciaal. Nee. De video is afschaak. Ja, het is een afscheidsvideo. En trouwens, die is wel veranderd. De baan is veranderd. Ja, nu rijdt hij in water, maar ja, vroeger niet, maar dat is het. Maar de derde attractie van het park. En die gaat weg. We krijgen een nieuwe boomstamattractie. En het is te veel anders, dus dan moet er maar één weg. Hè. Ja. Ja, alleen die piramide die is wat ouder en die staat er ook nog helemaal. Maar ja, het is niet echt een attractie, het is gewoon een doel. Bijzonder is het niet, maar het is gewoon oud en hij heeft er altijd al die tijd gestaan. Ik ben erin. En zoals je ziet, alles is van wol gemaakt. Ik bouwde alles van wol vroeger. Ja, Jens gaat niet mee, precies. Nee. Er is geen muziek bij deze attractie, zeker. We hebben deze boomstamattractie gedaan bij ons jubileum. Tweejarig jubileum. Maar we doen het nog maar eens. Ah ja. Allee, we zijn er eigenlijk toch zo'n uit. Spijtig dat we geen beelden kunnen laten zien van toen hij gebouwd werd. Want die video's hebben we niet meer. Ja, ik kan niet al die video's bewaren. En trouwens, mijn oude computer is kapot. Allemaal de schuld. Ja, dat hij ons kanaal verwijderde. Ja, van de persoon die altijd. Een jammerlijke persoon, maar ja. Het leven is hard. Die persoon heeft al eens klaargekomen in zijn bed. En die heeft niet alleen. En die heeft niet alleen dat ene kanaal. Die heeft al drie keer ons kanaal verwijderd. Ja, we gaan niet zeggen wie het is. Maar. Maar geen vierde keer. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat hij nooit kunnen. Maar dan gaat hij ervan langs krijgen. Je gaat hier van langs krijgen. Dan trapt hij op uw voet, jongen. Zo eentje. Oké, we hebben al vaart gemaakt. Ja, dat is een boomstamattractie met vier drops, twee even grote, één heel grote met airtime en één heel kleintje van 2 meter. Kijk, dat is de hele grote naast ons. Ik weet nog, toen we de traincars plugin hadden, Jens had dat gebouwd, maar dat werkte niet. En toen hebben we een kark afgestuurd met die ladders en toen waren we super blij. Ja, het heeft wel heel lang geduurd voordat deze werkte inderdaad, ja, omdat we toch geen treinplugins hadden. Ja. En toen waren we echt super blij. Oké, de hoge drop. Ja, dat was bij die Penguin Fire, die vorige. Niet die dat we nu in het archief hebben gezet. Maar die daarvoor, die mottige. Dat was de eerste waar we het hadden gecheckt. Dan ging die naar boven stellen, mogen en gaan dan zo. Dat is waar. Ja. En hier gaan we. Dan worden we gefotografeerd met een camera. Ja, special effect hebben we nooit toegevoegd hier, man. Hij gaat toch weg. Ja, dat moet bij alles nog gefixt worden. In studio's zijn er al. Zijn ze al allemaal gefixt. Behalve dan Jaws, dat moet nog gedaan worden. Ja, en Red Deer Woods en het ganse park. Alles eigenlijk. Ja, daar gaan we ons mee bezighouden in de vakantie. Ja, ik ga even stoppen met bouwen, maar. Wat hebben we nog niet gezegd. Deze attractie gaat dus weg. Maar er komt een andere attractie in de plek. Want anders is het er een beetje kaal. Dan staat die Flying Eagle Express hier alleen. Ja. Er komt een splash battle in de plek. En dan, dat gaat dus echt zijn met doelen. En dan gaan er effecten aan springen. Dat gaat echt awesome worden. Dan ga je dus met een boog of zo op een button moeten schieten. En dan gaat er dus een effect af. Dat wordt nice. Want dit hier is al te oud. Er moet vernieuwing komen. Ja, de automatisering ga ik wel nog gebruiken voor die splash battle. Net als een pop lounge, een attractie die geen plaats inneemt omdat het ondergrond is.
Maar die is ook al echt oud. Ja. Maar mensen, dit was de video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Jullie zullen binnenkort ook een video kunnen verwachten. Allee, binnenkort. Het gaat nog wel even duren, maar een video van het nieuwe wat hier komt te staan. Ja, en Engeland. En Berk. Ja, dat gaan we ook nog doen. Dat komt ook online. Of is al online. En ja. Berk komt 1 juli. Ja, en deze video... Zoals bekend. Is de 28ste. Nee. Oké, dus jullie zien... De 1 juli zien jullie de Berk video. En jullie zien ook een paar dagen daarna... De Engeland video. Dus dat wordt weer plezant, mannen. Bedankt voor het kijken en dan zeggen wij... Later.